Oefening 2 gaat over het berekenen van calorieën in snoepgoed. Calorieën, eerst en vooral, wat zijn dat en hoe zou je dat gaan doen? Calorieën gaan meten in snoepgoed. Wel, daarvoor ga ik ergens naar een andere pagina in de cursus en die gaat over de calorie meten. Nu, jullie hebben hem vast al gemerkt op etiketten van voedingswaren, in bijvoorbeeld van een blikje cola, dat de hoeveelheid energie die daarin zit wordt uitgedrukt in kilojoulen, maar ook in kilocalorieën. Nu, wat is een kilocalorie? Dus 1 kilocalorie komt overeen met 4186 joulen. Dat getal kennen jullie vast wel, want dat is de energie die nodig is om 1 kilogram water met 1 graad Celsius op te warmen. Maar dat is in feite een verouderde eenheid, maar die wordt toch nog altijd toegepast op voedingswaren. En hoe kan je dan nu bepalen hoeveel calorieën dat er daarin zitten? Wel, dat doe je aan de hand van een calorimeter. Wat is een calorimeter? Een calorimeter is eigenlijk een geïsoleerd vat. Dus hier de buitenomtrek, dat is allemaal geïsoleerd, zodat er geen warmte verloren gaat naar de omgeving. En wat zit er daar allemaal in die calorimeter? Eerst en vooral zit er daar water in. Dus al dat blauw is water. Wat zit er daar nog in? Hier een aluminium vaatje met uw testmonster. Dus in het geval van dat snoepgoed, uit de oefening, gaan we daar snoepgoed in steken. En daarna gaan we dat snoepgoed in brand steken. Als we dat snoepgoed in brand steken, dan zal dat snoepgoed al zijn warmte afgeven aan dat water, dus dat water zal opwarmen. Uiteindelijk zal alles snoepgoed opgebrand zijn en dus eigenlijk helemaal weg zijn. En als je weet hoeveel water er in die calorimeter zit en je weet hoe de temperatuurstijging van het water, dan kun je eigenlijk gaan berekenen hoeveel warmte die snoepgoed heeft vrijgegeven. Dus dan kun je berekenen hoeveel energie er in die snoepgoed zat. Nu, een kleine opmerking die ik hierbij wil maken. Een perfect geïsoleerd systeem dat bestaat niet. Er zal altijd wel warmteverliezen zijn naar de omgeving. Nu, om die warmteverliezen zoveel mogelijk te beperken, gaan ze dus eigenlijk ervoor zorgen dat de calorimeterproef zelf niet te lang duurt. Hoe korter de proef, hoe minder warmteverlies er zal zijn. Dus daarom staat er hier een roerstaafje in die calorimeter, zodanig dat proces heel snel kan gaan. Dus dat de warmte heel snel wordt doorgegeven aan al het water, zodat de evenwichtstemperatuur snel is bereikt. Nu, die manier van testen om te kijken hoeveel calorieën er in voeding zitten, is eigenlijk wel een beetje verouderd. Want je lichaam verbrandt niet alle voedsel op dezelfde manier als een calorimeter dat doet. Bij een calorimeter steek je het gewoon in brand, maar je lichaam doet dat niet op die manier. Sommige componenten uit je voeding, zoals vezels, worden helemaal niet verbrand in je lichaam. Sommige energie uit je lichaam wordt eigenlijk ook zelf gebruikt om het voedsel te verteren. Andere componenten uit je voeding worden eigenlijk zelfs opgeslagen in je lichaam als in de vorm van vet. Dus niet alles wordt verbrand. Dus de dag van vandaag is eigenlijk een andere methode om de voedingswaarde van voedsel te gaan meten. En dat is dan eigenlijk een 4-4-9 methode. Dus ze kijken eigenlijk hoeveel gram proteïnen zit er in de voeding. En dan zeggen ze, oké, dat zijn 4 calorieën. Hoeveel gram koolhydraten zitten er in je voeding? Wel, dan zeggen ze, oké, 1 gram koolhydraten is ook 4 calorieën. En tenslotte, 1 gram vet is 9 calorieën. En een gram alcohol bevat 7 calorieën. Dus op die manier gaat dat de dag van vandaag. Maar vroeger was dat dus zo dat ze dus gewoon die calorimeter, ze staken hun snoepvoet in een calorimeter, ze staken aan de brand en kijken hoeveel warmte-energie dat eruit komt. Maar goed, terug naar de oefening. Het is de bedoeling dat we dus gaan kijken hoeveel kilojoule er vrijkomt bij de verbranding van 100 gram snoepvoet. En we gaan dat doen aan de hand van zo'n calorimeterproef. Dus wat gaan we doen? We gaan 15 gram snoep in zo'n aluminium vaatje steken, dat gevuld is met zuurstof, zodanig dat je het in brand steken. En dat aluminium vaatje ga je in 2 kilogram water plaatsen, dus in 2 liter water, in een aluminium calorimeter, met ook een bepaalde massa. En alles heeft eerst een begintemperatuur van 15 graden Celsius, en nadat je alles in brand hebt gestoken, heb je een eindtemperatuur van 53,5 graden Celsius. Er is hier heel veel aan de hand, Dus je hebt een calorimeter. Dit is de calorimeter. Nu, dat is eigenlijk een toestel met een hele dikke wand, vol met isolatie. Dus dat is helemaal geïsoleerd.
En dat is hier allemaal geïsoleerd. Zodanig dat er geen warmteverlies is naar de omgeving. Of toch zo weinig mogelijk warmteverlies naar de omgeving. En heel die calorimeter vul je met water. Dus dat zit vol met water. En in dat water steek je dus dat aluminiumvatje met je snoep. Dus dit is ook van aluminium. Met je snoepgoed. Hier zit de snoep in. En dat is die snoep die je in brand steekt. Nu wat hebben ze nog? Dus als je die snoep in brand steekt, wat gaat er gebeuren? Ja, dat aluminiumvatje, waar dat die snoep in zit, zal opwarmen. Dat water zal opwarmen. Maar ook de binnenkant van die calorimeter zelf zal ook opwarmen. En die is ook gemaakt van aluminium. Dus al die zaken gaan opwarmen. Dus ik start onmiddellijk met de oplossing. Hey, wat gebeurt er? Dat snoepgoed zal zijn warmte afstaan. Wat die snoepgoed aan warmte heeft afgestaan, zal worden opgenomen door die calorimeter en al aan het water en het vatje. Dus wat slaat er warmte af? Een snoepgoed, wat neemt er warmte op? Dat aluminiumvatje. Dus dat vaatje, het water en de calorimeter zelf. Hey, dus hier nog een keer aanduiden, dus de binnenkant van die calorimeter, ik probeer het hier nu in groen te overtekenen, de binnenkant van die calorimeter zal ook opwarmen. Ja, hoe bereken je dan hoeveel warmte er uiteindelijk, of eventjes eerst nog een keer toevoegen? Hey, Q snoep, zeg ik hier, wordt omgezet, dat die warmte afgeeft, maar het is eigenlijk 15 gram snoep. Dus we hebben 15 gram hier, 15 gram snoep in brand gestoken. En de vraag is er, gevraagd, wat is, hoeveel warmte komt er vrij voor 100 gram snoep? Dat is dus Q vat, hoeveel warmte zal het vat opnemen? Wel, dat is de massa van het vat. Maal de soortelijke warmtecapaciteit van het vat, wat is gemaakt van aluminium, maal het temperatuurverschil. Hoeveel warmte zal het water opnemen? Wel, de massa van het water, maal de soortelijke warmtecapaciteit van water, maal het temperatuurverschil. En hoeveel warmte zal de calorimeter opnemen? Wel, de massa van de calorimeter, maal de soortelijke warmte van de calorimeter die gemaakt is van aluminium, maal het temperatuurverschil. Nu, het temperatuurverschil, ik zal het misschien noteren in het gegeven, het temperatuurverschil. Het begint bij 15 graden Celsius, het gaat naar 53,5 graden Celsius. Dus het temperatuurverschil bedraagt zelf 38,5 graden Celsius. En ik ga ervan uit dat je de rest van de gegevens zelf kunt invullen. Dus als je dit uitrekent, zal je uitkomen dat dit gelijk is aan 3,55 maal 10 tot de 5e joule. Of dus 355 kilojoule. Maar dat was er niet de vraag. Hè? Dat is de warmte die vrijkomt als je 15 gram snoepgoed verbrandt. Er is gevraagd om te berekenen hoeveel warmte er vrijkomt als je 100 gram snoepgoed verbrandt. Maar als je die 355 deelt door 15, dan heb je hoeveel warmte er is vrijgekomen voor 1 gram snoepgoed. Je doet dit nog een keer maal 100 en dan bekom je 2,37 maal 10 tot de 3e kilojoule. Hier dus. Als antwoord kun je formuleren dat bij het verbranden van 100 gram snoepgoed er 2,37 maal 10 tot de 3e kilojoule zal vrijkomen. Nu, puur ter info, dat is ongeveer gelijk met 565 kilocalorieën. Dus voor alle sneukelingen, alle snoepgoeden, zit je wel meestal boven de 400 kilocalorieën per 100 gram. Dus in oefening 2 hebben we nu net gezien dat de calorimeter zelf eigenlijk ook opwarmt. En die calorimeter is gemaakt van aluminium, dus we hebben berekend hoeveel warmte een calorimeter opneemt. Namelijk door de massa van de calorimeter maal de soortelijke warmtecapaciteit van aluminium te doen, maal het temperatuurverschil. Nu, die calorimeter, dat is een redelijk vaste stof, dus die massa van die calorimeter, dat verandert niet. Dat is altijd hetzelfde. Die calorimeter is ook altijd van aluminium gemaakt, dat gaat ook niet veranderen terwijl je die proef doet. Dus die M al C kun je eigenlijk vervangen door één getal. En dat is de hoofdletter C dan, de warmtecapaciteit eigenlijk van de calorimeter. Wanneer gebruik je die hoofdletter C, wanneer gebruik je kleine letter, de massa maal de soortelijke warmtecapaciteit? Wel, de grote letter C gebruik je voor een vast voorwerp. De warmtecapaciteit van een voorwerp dus. Dus als je massa van je voorwerp nooit verandert, dan ga je gewoon
M als C vervangen door 1 warmtecapaciteit. De warmtecapaciteit van het voorwerp. Dus die massa is daar dan eigenlijk uit. Vandaar de eenheid van dus warmtecapaciteit is joule per Kelvin. Dat betekent, er is zoveel joule energie nodig om de temperatuur van dat voorwerp met 1 graad Celsius te doen stijgen. Bij kleine letter C was de betekenis, er is zoveel energie nodig om de temperatuur van 1 kilogram van die stof met 1 graad Celsius te doen stijgen. Nu is het gewoon, de massa ken je, de massa is vast, dus dat weet je. Dus hoeveel joule energie is er nodig om de temperatuur van dat voorwerp met 1 graad Celsius te doen stijgen. Mijn eerste inleidende oefening hierop is de dompelkoker. Wat is een dompelkoker? Dat is een toestel, dat bestaat uit ijzer. Dan gaat daar elektriciteit door en dat warmt op. Dus je kunt dat toestel dan in een vloeistof steken om die vloeistof op te warmen. Dus wat is er gegeven? Je hebt een calorimeter en die is gevuld met water. En je steekt dan die dompelkoker die een vermogen heeft van 750 watt. En je merkt dat je in 60 seconden tijd het water op een temperatuur kunt krijgen van 67 graden Celsius. En we hebben daar 3 vraagjes bij. Eerst berekenen hoeveel energie de dompelkoker levert. Hoeveel energie levert de dompelkoker? Wel, je weet, het vermogen van de dompelkoker is 750 watt. Nu, de eenheid watt, ik zal hier rechts bovenaan schrijven, watt, dat is dus joule per seconde. Dat is hoeveel joule levert die dompelkoker elke seconde. Dat is het vermogen van die dompelkoker. Dus om vraag A te beantwoorden, het vermogen van een dompelkoker is hoeveel energie, welke energie, hoeveel warmte-energie, hoeveel Q-warmte-energie levert de dompelkoker elke seconde. Dus als je dan moet berekenen hoeveel warmte-energie de dompelkoker heeft geleverd in 60 seconden, kun je dat berekenen als vermogen maal de tijd. Dus 750 watt maal 60,0 seconden, dan krijg je 45,0 kilojoule. Vraag B, hoeveel warmte is er opgenomen door het water? Nou, dat kun je als volg berekenen. Hoeveel warmte is opgenomen door het water is m, massa van het water, maal de soortelijke warmtecapaciteit van het water, maal het temperatuurverschil. De massa van het water 0,200 kg maal 4186 joule per kilogram per graad Celsius, maal 47 graden Celsius temperatuurverschil, 1 van 20 naar 67 graden Celsius. Als je gegevens invult en rekent het uit, kom je 39,3 kilojoule uit. Hoe komt dat die twee hier, de dompelkoker heeft 45 kilojoule energie geleverd, en het water heeft maar 39,3 kilojoule opgenomen. Hoe komt dat dat niet aan elkaar gelijk is? Nou, dat komt omdat die calorimeter zelf ook warmte heeft opgenomen. Want wat is er gebeurd? Je hebt een calorimeter. Die is geïsoleerd, dus dat heeft een dikke wand. En die calorimeter zet er water. Dus dat water is opgewarmd, maar hier, die calorimeter zelf heeft ook warmte opgenomen. Dat is de reden voor dat verschil. En de vraag is daarom, bereken de warmtecapaciteit van de joulemeter of van de calorimeter. Dus de warmtecapaciteit van een calorimeter, hoeveel warmte heeft de calorimeter opgenomen? Wel, dan kun je dat berekenen als de warmtecapaciteit, hoofdletter C, van het temperatuurverschil die de calorimeter heeft ondergaan. Dus C, hoofdletter C, is dus de hoeveelheid energie per temperatuurverschil. Ja, die Q, hoeveel energie heeft de calorimeter opgenomen? Wel, 45,0 min 39,3. Dat verschil hier. Dit verschil, dat heeft de calorimeter opgenomen. Dus 45,0 met 39,3 maal 10 tot de derde joule. Temperatuurverschil van 47,0 graden Celsius, want de calorimeter is opgewarmd van 20 graden tot 67 graden en dan kom je 121 joule per Kelvin uit. Of joule per graad Celsius. Je mag kiezen wat je noteert als eenheid voor de warmtecapaciteit. Oefening 4 is een eenvoudige oefening over een wasmachine. Dus je weet dat de warmtecapaciteit van de trommel van de wasmachine 950 joule per graad Celsius bedraagt en dat het 5 minuten en 8 seconden duurt om 5 liter water in de machine te verwarmen van 12 graden tot 50 graden. Wat is het vermogen van het verwarmingselement van die wasmachine?
Maar het vermogen kun je berekenen als hey, hoeveel warmte heeft dat, dat verwarmingselement afgegeven en hoeveel tijd. Hoeveel warmte heeft die, wat heeft die, dat verwarmingselement allemaal verwarmd? Nou, dat is de wasmachine. En dat is dat water. En hoeveel tijd heeft hij dat gedaan? Dat staat hierop in 5 minuten en 8 seconden. Nu, de berekening laat ik over aan jullie. Ik zal misschien toch nog deze stap doen. De hoeveel warmte heeft de wasmachine opgenomen? Wel, hier een wasmachine is een voorwerp. Dus hoofdletter C, de warmtecapaciteit van de wasmachine, van de trommel, van het temperatuurverschil. En hoeveel warmte heeft het water opgenomen? Wel, de massa van het water, soortelijke warmtecapaciteit van het water, maal het temperatuurverschil. En gedeeld dat door delta T. Er zijn misschien een paar foutjes die je nog kunt maken hierbij. De temperatuurverschil berekenen van 12 tot 50 graden Celsius zal wel lukken. Want delta T, 5 minuten en 8 seconden, het is de bedoeling dat je dat omzet naar allemaal naar seconden. Hè? Dat is dus 308 seconden. Hoofdeenheid van tijd is seconden. Als dat uitrekent, hier vul je eerst de gegevens in. Als dat uitrekent, bekom je 2,7 kilowatt als antwoord. Ook een thermosfles heeft een eigen warmtecapaciteit. En ik zeg warmtecapaciteit en niet soortelijke warmtecapaciteit. Hè? Dus de warmtecapaciteit van de thermosfles. En je kunt die eigenlijk bepalen. Je zou dat zelf kunnen bepalen. Stel dat je nu gewoon water in je thermosfles doet en je meet en je ziet ah, dat water heeft een temperatuur van 20 graden Celsius. Je kunt daaruit besluiten in die thermosfles dat op kamertemperatuur die thermosfles heeft ook een temperatuur van 20 graden Celsius. Daarna vul je die thermosfles met water, met warm water. In dit geval water van 30 graden. Je mengt goed en je stelt vast dat de eindtemperatuur uiteindelijk de evenwichtstemperatuur is 26 graden Celsius. Met die gegevens kun je de warmtecapaciteit van de thermos bepalen. Nog steeds op dezelfde manier. Iets zal warmte hebben afgegeven en iets zal warmte hebben opgenomen. Wat het ene heeft afgegeven, zal het andere hebben opgenomen. Wat heeft er allemaal warmte afgegeven? Wel, het warme water. Dat heeft warmte afgegeven. Wat heeft er warmte opgenomen? Wel, dat is het koude water. Maar natuurlijk ook de thermos. Hoeveel bereken je hoeveel water hoe bereken je hoeveel warmte het warme water heeft afgegeven? Wel, nog steeds door m al c maal delta t te doen. Hoe bereken je hoeveel warmte het koude water heeft opgenomen? Ik zal hier misschien WW schrijven van warm water. Wel, door m van het koude water maal c van water maal delta t te doen. Hoeveel warmte heeft de thermos opgenomen door de warmtecapaciteit van de thermos maal temperatuurverschil te doen. Het is de bedoeling dat we de warmtecapaciteit van de thermos gaan berekenen. Dus kun je eenvoudig doen door wat hier rechts staat naar links te plaatsen. Dus je krijgt dan massa van het warme water, zeewater, delta T. Nu, ik zal de delta t hier nu uitzonderlijk een keer invullen. Nee, ik zal het nog in symbolen doen. Maal delta t min massa van het koude water maal c van water maal delta t. En dit alles te delen door die delta t. Nu kun je die delta t overal schrappen. Nee, want die delta t's zijn allemaal anders. Wat is het temperatuurverschil van het warme water? Het warme water had 30 graden en koelt af naar 26 graden. Dus dit temperatuurverschil is 4 graden Celsius. Het temperatuurverschil van het koude graden Celsius. Hè, het koude water warmt op van 20 tot 26, is 6 graden Celsius. Het temperatuurverschil van de thermos. Thermos warmt ook op van 20 naar 26 graden Celsius. De rest van de gegevens laat ik aan jullie over. Je zult merken als je juist afrondt met de juiste beduidende cijfers dat je 1,4 maal 10 tot de tweede joule per graad Celsius uitkomt. Een opmerking hierbij. Is het logisch dat deze thermos een grote of een kleine warmtecapaciteit heeft? Het antwoord, het is meest logisch dat deze thermos een kleine warmtecapaciteit heeft, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze thermosfles veel warmte onttrekt
uit de vloeistof die erin zit. Hey, dus mag niet te veel warmte verloren gaan naar de thermos. Dus de thermos moet een kleine warmtecapaciteit hebben. Oefening 6. Je hebt een bad en je vult dat bad met koud water. Het bad is al gevuld met 81,5 kg of 81,5 liter water. Hoeveel water van 60 graden moet je er dan bij doen als je eigenlijk zelf uiteindelijk water wil van 40 graden Celsius? Nog steeds op dezelfde manier. Het warme water zal de warmte afgeven en al de rest zal warmte opnemen. Wat geeft er warmte af? Wel, het warme water dat je in het bad doet. Wat neemt er warmte op? Het bad zelf. En natuurlijk het koude water dat al in het bad was. En hoe bereken je hoeveel warmte het warme water heeft afgegeven? Maar door de massa van het warme water te nemen, een soort warmtecapaciteit maal temperatuurverschil. En dit gelijk stellen aan de warmte die het bad heeft opgenomen, dat gelijk is aan de warmtecapaciteit van het bad, maal temperatuurverschil. Plus natuurlijk hoeveel warmte heeft het koude water opgenomen, massa koud water. En maal C maal delta T nog altijd. Wat is de bedoeling dat je hier berekent? Je wil weten hoeveel warmte. Welke massa aan warm water je bij in het bad moet doen. De berekening laat ik aan jullie over. Zodat je goed weet, dus delta T links en rechts mag je niet overal schrappen, zodat je goed weet welk temperatuurverschil je juist moet nemen. Dus probeer de oefening zelf op te lossen. Je zult bekomen dat je een massa aan warm water nodig hebt van 81,0 kg. Wat dus gewoon hetzelfde is als 81,0 liter. Oefening 11 gaat ook over een bad. Wat is er aan de hand in deze oefening? Wel, je hebt een boiler in je huis. En vanuit die boiler gaan er natuurlijk leidingen naar het bad. Dus als je je bad wil vullen met water, dan heeft het water eigenlijk al een hele weg afgelegd doorheen je huis. Dus wat is er aan de hand? Je hebt water op een temperatuur van 45 graden Celsius, dat dus eigenlijk vertrekt naar je bad. De vraag is eigenlijk, vraag A, welke temperatuur heeft het water als het de badkuip instroomt? Want doordat het water al een hele weg heeft afgelegd doorheen je huis, is er eigenlijk al een deel van de warmte verloren gegaan. Namelijk, er is al 750 kilojoule verloren gegaan. Dus welke temperatuur heeft het water dan nog voordat het je bad instroomt? En om vraag A te beantwoorden, de afgestaande warmte zal gelijk zijn aan, het water zal dus eindelijk warmte afstaan. En dat is dus gelijk aan die hoeveelheid warmte er is verloren gegaan. Q verlies zal ik hier schrijven 1. De hoeveelheid warmte die is verloren gegaan, die ken je, die is 750 kilojoule. Hoeveel warmte heeft het water afgestaan? Hoe bereken je dat? In wasserwater, zeewater, maal het temperatuurverschil. En dat is dus gelijk aan die Q-verlies. Aan hoeveel warmte er is verloren gegaan. Ja, wat wil ik natuurlijk berekenen? Ik wil weten wat de temperatuur is van het water voordat het bad instroomt. Dus ik ben geïnteresseerd in het temperatuurverschil. Dat is dus hoeveel warmte er is verloren gegaan, gedeeld door de hoeveelheid water er door de leidingen is gegaan, al een soort warmtecapaciteit van het water. Andere woorden, er is, als ik de gegevens invul, gelijk aan 750 maal 10 tot de derde. Ik ben slordig gaan schrijven. Dat is gelijk aan 750 maal 10 tot de derde joule. Hoeveel liter water gaat er naar je bad? 60 liter warm water, dus 60 kilogram. Maal 4186 joule per kilogram. Graad Celsius als soortelijke warmtecapaciteit van water. Dan krijg je een temperatuurverschil van 2,99 graden Celsius of juist afgerond met twee beduidende cijfers, dus eigenlijk 3,0 graden Celsius. Dus welke temperatuur zal je water dan hebben als het je bad instroomt? Wel, het water had 45 graden Celsius en er is een temperatuurverschil van 3 graden Celsius, dus je water zal nog 42 graden Celsius hebben. Dus je water is dus eigenlijk al een beetje afgekoeld voordat het in je bad terechtkomt. Wat kun je thuis doen om dat temperatuurverschil zoveel mogelijk te beperken?
Wel, een eerste oplossing, maar daar kun je nu niet veel aan doen. Als een woning wordt ontworpen, is het eigenlijk belangrijk dat ze gaan kijken dat de lengte van de leidingen van de boiler naar het bad toch zo kort mogelijk worden gehouden, zodat je minder warmteverlies hebt. Tweede oplossing is om de leidingen die er nu liggen te isoleren, zodat er minder warmte kan verloren gaan. Met dit weetje gaan we door naar vraag B. Welke temperatuur heeft het water nadat de badkuip gevuld is? Want ook daar zal je dan weer nog een keer verlies hebben, want er zal ook worden warmte afgegeven aan het bad. Dus dat warme water die in dat bad stroomt, zal warmte afgeven en iets zal warmte opnemen. Wat zal er warmte opnemen? Ja, natuurlijk het bad. Dus het water zal warmte afgeven. M maal C maal delta T. Ja, delta T is hier in dit geval de begintemperatuur van het water, de begintemperatuur van 42 graden Celsius, begintemperatuur van het water min de eindtemperatuur. Want het is de eindtemperatuur dat we hier niet weten. En hoeveel warmte zal het bad opnemen? Wel, dat is de warmtecapaciteit van het bad maal delta T. Delta T is hier de eindtemperatuur min de begintemperatuur van het bad van 17 graden Celsius. En we willen hier de eindtemperatuur weten. Omdat de eindtemperatuur hier aan beide kanten van het S-lijk aangesteken staat, moet je eerst de haakjes uitwerken. Moet je daarna alles met TE aan de ene kant zetten, alles zonder TE aan de andere kant zetten. TE afzonderen en uiteindelijk ervoor zorgen. Dan kom je uiteindelijk een formule uit en die ziet er zo uit. Je hebt uw massa van je water, C water maal 42 graden Celsius. Hierbij tel je C bad maal 17 graden Celsius en dit alles deel je door de massa van het water maal de soortelijke warmtecapaciteit van het water plus C bad. Je zal een temperatuur uitkomen van 40,6 graden Celsius. Of juist afgerond 41 graden Celsius. Bij manier van controle, hoe warm zou mijn water moeten hebben? Wel, zeker warmer dan 17 graden Celsius, want dat was 17 graden Celsius. En zeker kleiner dan 42 graden Celsius, want dat was de begintemperatuur van het water. Dus we zien dat die 41 graden Celsius wel heel dicht bij die 42 graden Celsius ligt. Dat is natuurlijk positief. Dat betekent dat ons water weinig is afgekoeld. Dat betekent dus dat de badkuip heeft een redelijk kleine warmtecapaciteit. Maar een tweede reden is natuurlijk ook dat water bezit veel warmte-energie. Dus dat zal ook niet zo snel afkoelen. Van hoe hoog moet je een ijzeren bol van 300 gram laten vallen, zodat hij bij botsing met de grond een temperatuurverhoging van 1 graad Celsius zou ondergaan. Veronderstel hierbij dat de bol 70% van de geproduceerde warmte opneemt. Als je een ijzeren bol laat vallen, dan wordt zijn potentiële gravitatie-energie omgezet in warmte-energie. Als je dat in formules moet uitdrukken, dan betekent dit, door behoud van energie, dat de M al G mal H uiteindelijk moet gelijk zijn aan de hoeveelheid warmte-energie die wordt geproduceerd. Maar niet alle potentiële energie wordt omgezet in warmte-energie. Slechts 70% van de potentiële energie wordt omgezet in warmte-energie. Met andere woorden, ik moet hier in mijn potentiële energie nog verkleinen met dus eigenlijk het rendement. Dus het rendement is 0,70% van de potentiële energie wordt omgezet in warmte-energie. En ja, waar gaat die andere 30% van de energie dan naartoe? Wel, er zal een deel worden gebruikt waarschijnlijk om een put te maken in de grond. Of de bol zal vervormen, die energie is daar verloren gegaan. Wat is er gevraagd in deze oefening? Van hoe hoog moet je de bol laten vallen? Als je de formule omvormt, is gelijk aan de hoeveelheid warmte die wordt afgegeven gedeeld door M maal G maal het rendement.
Nu, er is gevraagd, of gegeven, dat de temperatuur van de bol met 1 graad Celsius zou moeten stijgen. Ja, hoeveel warmte? Die Q is helemaal niet gegeven. Wat is er wel gegeven? De massa is wel gegeven, dus in het gegeven kan ik hier nog noteren. Wat is de massa? 0,300 kilogram. Maar hoeveel warmte, zal die bol opnemen bij botsing? Wel, die kun je berekenen als M maal C maal het temperatuurverschil delta T. Uit door M maal G maal het rendement. Ja, ik zie hier eigenlijk trouwens dat ik de massa van de bol kan schrappen. Dat over dezelfde bol, dezelfde massa. Dus die kan ik schrappen. En dan kan ik in feite alle gegevens gaan invullen. De soortelijke warmtecapaciteit van ijzer bedraagt 452 joule per kilogram Kelvin. Voor een temperatuur van verschil van 1 graad Celsius, je deelt dit door 9,81 newton per kilogram en een rendement van 0,70. Dan krijg je als temperatuurverschil, of beter dan krijg je als hoogte 65,822 meter. Maar als je het correct wil afronden tot op, ik heb hier twee beduidende cijfers. Ik heb hier een foutje gemaakt, niet 1 graad Celsius, maar 1,0 graad Celsius. 1,0 graad Celsius. En dan heb ik twee beduidende cijfers en dan kan ik dit afronden op 66 meter. Dus als antwoord kan je formuleren dat je een ijzeren bol van 300 gram van 66 meter hoog moet laten vallen. En dan zal die bol een temperatuurstijging ondergaan van 1 graad Celsius.